Ja, welkom bij Autisme TV. Gelukkig worden, ja, dat willen we allemaal. Maar hoe voeg je nou een beetje geluk toe aan je leven? Nou, er zijn boeken over volgeschreven. We weten eigenlijk het antwoord nog steeds niet. Maar we gaan het er vanavond wel weer over hebben. Aanleiding is eigenlijk een onderzoek naar mensen met autisme over hun geluksbeleving. En wat blijkt, dat mensen met autisme zich een iets lager cijfer geven als het gaat om de kwaliteit van leven dan mensen zonder autisme. Nou, hoe komt dat? En kun je daar wat aan doen? We gaan praten daarover met professor Dr. Hilde Geurts. Welkom, studiogast van vanavond en leider van het onderzoek naar autisme en geluk. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst iets over je achtergrond. Wat doe je precies? Ik ben psycholoog en wetenschapper en ik werk op de Universiteit van Amsterdam en ook bij Dr. Leo Kannenhuis als onderzoeker. En ik doe onderzoek naar geluk, maar ook naar veroudering en autisme. Dat is mijn belangrijkste focus nu. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja, doen we een andere keer. Nu over geluk. Heeft jouw werk ook invloed op jouw kwaliteit van leven? Zeker, ja. Positief en soms negatief. Oké. Okay. Ja. Arbeid is een belangrijke factor, hè? Daar gaan we het straks wel even over hebben. We zijn eigenlijk ook verrast door het grote aantal reacties op onze website. We hebben een forum geplaatst de afgelopen weken over geluk en gevraagd naar uw ervaringen. En daar zijn heel veel reacties op binnengekomen. Daar gaan we het vanavond ook over hebben. Maar we gaan ook een echte interactieve uitzending maken. En ik wilde eigenlijk beginnen met een kijkersvraag. Om al gelijk even te testen of dat allemaal goed werkt. En die vraag is, ja, hoe is jouw geluksgevoel? U zag hem al op de achtergrond. U kunt een van deze antwoorden kiezen. En wij kunnen dan hier zien hoe er gemiddeld genomen gereageerd wordt. En ik zie nu ook die antwoorden binnenkomen. We gaan het daar straks meer over hebben, want we gaan deze cijfers ook vergelijken met de cijfers uit het onderzoek, want daar is die vraag ook gesteld aan veel meer mensen. Het ging om hoeveel mensen? 3500 of zo? Ja, ongeveer. Ja, 3500 mensen. En dan kunnen we eens toetsen hoe dat uitvalt. Maar voordat we verder gaan, we hebben een animatie gemaakt om het thema van vanavond iets beeldender neer te zetten. Daar gaat u nu naar kijken. We willen allemaal gelukkig zijn. Maar wat is geluk? En maakt het wat uit of je autisme hebt? Welke factoren zijn van invloed op je geluksgevoel? Is het een betaalde baan? Of word je gelukkig van veel vrienden? Maakt een relatie gelukkig? Of een passie, zoals fotograferen? Zit geluk misschien tussen de oren en kun je met andere gedachten jouw gevoel van welzijn beïnvloeden? Of zit geluk in de genen en is er weinig aan te doen? Tja, hoe word je een gelukkig mens? Ja, wisten we daar het antwoord maar op. Misschien dat we er wel een beetje op weg komen. Hè? Dat we een beetje zicht krijgen op welke factoren daarvan van invloed zijn. Maar eerst een vraag. Wat is nou eigenlijk geluk? Ja, wat bedoelen we daarmee? Dat is meteen al een hele lastige vraag. Omdat geluk, in het begin al werd al gezegd, geluk, welbevinden en kwaliteit van leven. Dat zijn eigenlijk drie deels overlappende en deels verschillende dingen. Dus bij geluk hebben we echt over het gevoel van gelukkig zijn. Hoe voelt het? En dat zijn meer momenten dan? Dat is een moment. Dat is ook wel wat ze hedonistisch noemen. Dat gaat over alle positieve gevoelens, daar vanaf getrokken de negatieve gevoelens. Terwijl kwaliteit van leven of welbevinden is veel meer evaluatief over een langere tijd. En waardeer je verschillende aspecten in het leven. En waar gaan we het dan vanavond over hebben? Waar gaat jouw onderzoek over? Ons onderzoek gaat meer over subjectief welbevinden dan kwaliteit van leven dan over geluk. Mm-hmm. Maar we hebben ook naar die geluksdata gekeken van Sander Begeer. Oké. Okay. Ja. En nog even over kwaliteit van leven. Dat is eigenlijk een gevoel wat als een soort constante dan door je leven loopt, hè? Ja, het is minder een gevoel, maar steeds meer een evaluatie. Dus daar zit bijvoorbeeld ook of je al dan niet toegang tot zorg hebt, of je gezien de omstandigheden tevreden bent met je leven. Ja. En dat kan veranderen. Ja. En dan vragen ze, wat voor cijfer geef je je leven dan? Ja, dat kan een cijfer zijn, wat over het hele leven gaat. Maar het kan ook zijn dat er allemaal deelvragen worden gesteld over allerlei verschillende aspecten. En iedere keer wordt gezegd van, nou, hoe tevreden bent u over dit aspect? En hoe tevreden bent u daarover? Kunt u rondkomen? Dat zijn dus type vragen die dan ook worden gesteld. Ja. Oké, okay, we gaan het dus hebben over kwaliteit van leven vanavond. Dus dat moeten we even voor ogen houden, hè, als we het over het thema hebben. Twee jaar geleden is er ook onderzoek gedaan naar Sander Begeer, die jij ook kent. Dat ging ook, daarin werd ook onderzocht hoe dat nou precies zit met geluk en autisme. En we hebben die resultaten van dat onderzoek, althans de hoofdconclusies uit het onderzoek, verwerkt in de animatie. Gaan we nu naar kijken. Hoe gelukkig zijn mensen met autisme? Een onderzoek onder ruim 3500 deelnemers leverde de volgende resultaten op.
44% geeft aan vaker gelukkig te zijn dan ongelukkig. 24% geeft aan dat ze even vaak gelukkig is als ongelukkig. En 28% is vaker ongelukkig dan gelukkig. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, vrouwen gaven gemiddeld vaker aan ongelukkig te zijn. 37% is vaak ongelukkig. En bij de mannen is dat 25%. Ook is gekeken naar de dagbesteding en de invloed daarvan. Mensen met regulier betaald werk, studenten en mensen op een dagverblijf geven een hoog cijfer voor hun welbevinden. Daarna volgen de mensen die vrijwilligerswerk doen of in een sociale werkvoorziening zitten. Mensen die geen dagbesteding hebben of werkzoekend zijn, ervaren een laag geluksgevoel. Heb je naast autisme ook andere beperkingen, dan heeft dat ook invloed. Mensen die ook last hebben van een stemmingstoornis, een psychose of een persoonlijkheidsstoornis, geven een laag cijfer voor hun welbevinden. Mensen met een verstandelijke beperking en of taalstoornis geven een hoog cijfer voor hun welbevinden. Ja, als we die cijfers nou eens even leggen naast de cijfers die we in de poll hebben gescoord, want dat vind ik dan wel grappig om te zien. Als je de vraag stelt, hoe is het met jouw geluksgevoel, dan geeft, althans van de kijker aan, dat 47% vaker gelukkig is dan ongelukkig. Dat komt in de buurt van dit cijfer, hè? Dat was, ja, 44%. Ja, zit er dichtbij in de buurt inderdaad. Ja, dus dat komt als je kijkt naar vaker ongelukkig dan gelukkig, is het 26% van onze kijkers. In het onderzoek was dat 24%. Dus het geluksniveau is iets hoger bij onze kijkers, hè, kan je zeggen. Ja. En even vaak gelukkig dan ongelukkig, 26%. Dat was 28% in het onderzoek. Maar nog even naar een aantal conclusies. Wat mij opviel, ook het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, dat wordt wel vaker gezien, dat verschil. Het gaat om of iemand meer vaker gelukkig dan ongelukkig, of vaker ongelukkig dan gelukkig ging het in dit geval om. Hè? En dan zaten vrouwen met meer, hadden daar aangegeven. En dat is wat je vaker terugziet. Je ziet ook dat de stemmingstoornissen ertoe deden. Hè? Dat was ook later in het filmpje. Mm-hmm. En we zien bij vrouwen ook vaker stemmingstoornissen. Dus dat zou daar wat mee te maken kunnen hebben. Dus je wil eigenlijk weten, wat leidt er dan toe dat vrouwen dit vaker rapporteren? Mm-hmm. Dat hebben jullie ook onderzocht? We hebben niet specifiek naar man-vrouw verschillen gekeken, maar we hebben wel als een van de factoren naar of iemand een man of een vrouw is gekeken. Hmm. Ja. Wat ook opviel was dat werk invloed heeft. Ja. Hè? Ik vond toch ook wel opmerkelijk dat betaald werk toch net iets meer geluk geeft dan vrijwilligerswerk. Ja, ik denk iedereen wil in ieder geval waardering krijgen. En geld is ook een manier van waardering uiten voor hetgene wat mensen doen. Hmm. Dus mensen kunnen wel tevredenheid of de leuke ervaringen halen uit het vrijwilligerswerk of dankbaarheid van anderen als ze dat vrijwilligerswerk doen. Maar geld is ook een manier om uit te drukken dat je gewaardeerd wordt. Ja. Dus, en die comorbiditeit, daar hebben we het net al over gehad. Als je dus en autisme en nog wat anders hebt, dan draagt dat wel bij aan een lager geluksgevoel. Hè? Ja, ja, de hoeveelheid andere problemen kan daar een rol in spelen. Ja. Ja. Dan gaan we naar jouw onderzoek. Wat precies onderzoeken jullie? Ik bedoel, dit onderzoek is gedaan 2 jaar terug. Wat onderzoeken jullie? Ja, we maken deels gebruik van eigenlijk diezelfde gegevens van Sander Begeer, van het Nederlands Autisme Register. Mm-hmm. Daar zijn heel veel naar heel verschillende factoren gekeken. En een van de promovendi, Marie Decerno, binnen de academische werkplaats, is op een andere manier naar die gegevens gaan kijken. Dus die is gaan kijken van, we hebben allerlei factoren die ertoe doen. He, mensen zullen van alles noemen wat eigenlijk belangrijk is voor hun kwaliteit van leven. Maar die hebben allemaal weer invloed op elkaar. En het gaat eigenlijk om die invloed die verschillende factoren op elkaar hebben. En dat is waar wij naar kijken. Van, wat kan je beschermen en wat kan een risico geven tot het minder gelukkig zijn? Ja, ik wil even een plaatje. Ja, we hebben hem nu. Oh ja. Een ingewikkeld plaatje. Misschien kunnen we hem even volledig zetten. Ja. Want waar kijken we nu naar? Dit gaat over jouw onderzoek. Ja, dat is een plaatje wat Marie heeft gemaakt. Er zijn eigenlijk nog veel meer factoren. En deze zijn geselecteerd, deze factoren, op basis van wat in de literatuur wordt gezegd die ertoe doen. Dus ieder bolletje is een aparte factor hier. Ja. Maar als ik dan kijk even in dat domein van happiness, daar zitten een aantal factoren dicht omheen. Hè? Ja. Welke factoren zijn dat dan? Eigenlijk waar mensen tevreden over zijn. Dus niet zozeer hoeveel uur werk heeft iemand, maar hoe tevreden zijn mensen met het werk wat ze doen. Okay. Er zit bij niet zozeer hoeveel vrienden heeft iemand, is ook belangrijk, maar ook hoe tevreden ben je met je vrienden. Ja, je kunt dus ook één vriend hebben en daar ongelooflijk tevreden mee zijn. Ja. Ja, dat draagt bij een geluksgevoel. Ja. Ja. Dus
aantal vrienden doet er niet toe, kunnen we zeggen. Nou, dat weten we niet helemaal. Maar in ieder geval is dat niet degene wat het dichtst bij het geluk ligt. Het is belangrijker hoe tevreden je bent met je vriendschappen. Mm-hmm. En welke inzichten heeft dit nu opgeleverd? Nou ja, op zich denk ik dat veel van de dingen die wij zeggen, dat als je het erover moet hebben, dat je denkt van, oh ja, zo zit dat misschien ook wel in elkaar. Maar wat een van de dingen die misschien ook wel opviel, is dat de comorbiditeiten in dit geval was echt helemaal een los cluster wat er onderaan hing. Dus eigenlijk die andere problemen die wel een invloed kunnen hebben op geluksgevoel, mm-hmm. het hoeveelheid... Zoals een psychose of schizofrenie of wat dan ook, hè? Ja, als je die allemaal bij elkaar optelt, was dat eigenlijk geen directe relatie met geluk. Dus het heeft misschien wel een relatie, maar niet een hele sterke. Okay. Dus niet degene die het meeste opvalt. Ja. Maar een van degenen die het dichtste erbij zat, was of mensen het zelf het gevoel hebben dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat was eentje die heel erg sterk naar voren kwam daarin. Ja, dus van betekenis zijn voor de samenleving. Ja. Ja, en dat kan natuurlijk op een totaal verschillende vormen kan zich dat uiten. Daar zeggen wij niks over. Dat zijn ook niet de gegevens die we hebben. Het kan betaald werk zijn bijvoorbeeld, maar het kan ook vrijwilligerswerk zijn. Het kan ook... Maar het kan ook zijn als je fantastisch mooi kan schilderen, dat je dat ook kan laten zien aan anderen. Kan het ook zijn. Ja. Maar nog even terug naar dat, als dat eruit komt, een sterke factor betekenisvol zijn in de samenleving, dan vraag je onmiddellijk af, oké, dan moet ik daarop inzetten. Mm-hmm. Toch? Dat zou ik dan denken. Van, oh, maar hoe doe ik dat dan? Nou ja, dat is een lastige. Want een van de dingen is dat mensen het niet per se zelf zouden moeten doen. Maar ook de omgeving. Dat mensen iemand accepteren zoals die is. En kansen durven te geven. Dus wat mensen zelf beschrijven vaak is van, ja, ik kan mezelf wel accepteren in dat ik anders ben. Maar dat moet de omgeving ook maar accepteren. En daarmee omgaan. En dat geldt of je nou een autisme-diagnose hebt of niet, voor iedereen waarschijnlijk. Maar hierin zie je heel sterk van, ja, dat is net zo goed zo voor mensen met autisme. En mensen zouden dat nog wel eens kunnen onderschatten. Ja. Dus, ik zie hier ook op de chat binnenkomen geld. Maakt geld gelukkig? Nou ja, hebben wij niet op die manier naar gekeken van hoeveel het inkomen is bijvoorbeeld. Maar er zijn wel onderzoeken gedaan waarin is gekeken dat je een bepaald basisinkomen zou moeten hebben om een bepaald niveau van geluk te hanteren. En als het dan heel veel hoger wordt, dan maakt het op een gegeven moment niet meer zoveel uit. Maar als mensen heel weinig hebben, heeft dat wel een impact. Ja. Ja. En als straks is dit klaar, wat kunnen we daar dan mee met dit onderzoek? Moeten we dan ook kijken naar de zorg en of die wel voldoende aansluiten bij de factoren die je hebt gevonden? Nou ja, dit is dan de eerste studie, hè, waar we eerst hebben gekeken van hoe werkt nu deze techniek? Kunnen we daar wat mee? En nu de vervolgstudie hebben we gekeken naar hele andere soort gegevens die ook van vragenlijsten die mensen zelf hebben ingevuld, mensen met autisme. Daaruit krijgen we weer een aantal factoren en daar zitten factoren in waarvan je denkt, nou, daar zou een hulpverlener eventueel al dan niet op kunnen ingrijpen. En wat zou je dan ook, zeg maar, wat jullie nu onderzocht hebben op een generieke manier, hè, onder de hele groep, zou je dat ook persoonlijk kunnen onderzoeken? Welke factoren voor jou specifiek van invloed zijn op dat welbevinden? Nou, dat zou heel mooi zijn om daar naartoe te gaan. Hè? Om eigenlijk naar, dat hebben we ook al een beetje geprobeerd. Dat werkte nog niet zo goed. Dus we hebben al die bolletjes die we net zagen op dat scherm uitgeknipt. En zelf gaan kijken hoe zou je dat nou ten opzichte van elkaar moeten schuiven. Lijntjes ertussen gaan zetten. En als ik dan we zeg, bedoel ik de hele kenniskring die bij dit project betrokken is. En dat bleek best wel ingewikkeld om dat te doen. Okay. Dus het geeft wel wat inzicht. Maar het is toch best wel lastig om dat goed zicht op te krijgen. Ja. Dus we dachten, we doen het nu eerst, geven we het aan de hulpverleners, dat die eens mogen zeggen hoe ze denken dat het in elkaar zit. En dan gaat het weer terug naar de autistische volwassenen. En die kunnen dan gaan kijken van, nou, klopt dit wel? Ja. Ik had beloofd dat het een hele interactieve uitzending ging worden. Nou, dat gaan we dus nu doen. We hebben de inleiding eigenlijk gehad. We weten wat meer over je onderzoek. Wij gaan naar het volgende deel in ons programma en dat zijn de stellingen. Ja, we hebben de afgelopen weken ook stellingen online gezet. We hebben ook toegevraagd of mensen daarop wilden reageren. We hebben nu 4 stellingen geselecteerd die we graag aan u voorleggen. En we hopen dat u daarop reageert. En we gaan ze dan ook aan tafel weer bespreken. En de eerste stelling is, je kunt je eigen geluk sturen. Nou, hij staat als het goed is nu in de poll. Kun je je eigen geluk sturen? We zijn benieuwd wat u daarvan vindt. En dat is een overtuigende ja. 90% van de mensen vindt dat je geluk kan sturen.
Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, in ieder geval heeft iedereen een positief beeld. Ik denk, en dat helpt al bij een geluk. Hè? Als je in ieder geval het idee hebt dat je controle hebt, dat is dan een extra factor voor geluk. Dus, maar er zijn wel een aantal dingen die mensen zelf kunnen doen. Hè? Als je kijkt naar de onderzoeken in de positieve psychologie, dan gaat het vaak over zelfacceptatie. Ben je tevreden over wie je bent? Nou, daar kun je deels zelf wat in doen. Het hebben van een doel in het leven. En dat hoeft niet een heel groot doel te zijn. Dat kunnen ook hele kleine doelen zijn, komen daarin voor. Het gevoel hebben dat je controle hebt over dingen in je leven. Nou ja, daar zit deels, zitten daar, kunnen mensen technieken aan leren. Copingstrategieën zijn dat. Om te, in ieder geval het gevoel van controle te hebben. Mm-hmm. Maar ook het hebben van positieve relaties. Het gevoel hebben dat je groeit. En het gevoel van autonomie spelen daarin een rol. Het zijn allemaal dingen waar je wel wat mee kan doen. Mm-hmm. Maar denk ik wel tot op een zekere hoogte. Mm-hmm. Want je kunt nog zelf zoveel veranderen. Je omgeving moet toch echt ook wel een beetje meewerken. Dus stel je voor dat iemand eigenlijk heel tevreden over zichzelf is en zichzelf ook accepteert, maar ondertussen ongelooflijk gepest wordt op zijn werk of op school. Ja, dan is het toch wat lastiger om het hoog geluksgevoel vast te houden. Ja. Dus het zijn altijd interne en externe factoren die een rol spelen. Nee, ik moet in één keer denken aan een voorbeeld van iemand die ook reageerde in de poll. Mm-hmm. En die zei van, nou ja, ik ben heel prikkelgevoelig. En ik kan daar zelf op ingrijpen door me minder bloot te stellen aan prikkels. Ja. En dat draagt bij mijn gevoel van welzijn. Mm-hmm. Dus op die manier kun je natuurlijk een hele hoop doen. Maar het kan niet altijd. Je kunt niet altijd aan de omstandigheden volledig aanpassen. Nou nee, want een van de dingen die een rol kan spelen is bijvoorbeeld toegang tot zorg. Nou ja, dan kun je zelf dat heel erg willen en accepteren dat dat belangrijk is. Maar dan uiteindelijk moet je wel die toegang kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ja. Ja. En je daar geen zorgen over hoeven maken. Ja. Dus er zit een beperking in. En ook bijvoorbeeld die sensorische gevoeligheid is wel een mooi voorbeeld. Want stel je voor dat het voor jou nou heel goed werkt om met een zonnebril op te lopen. Maar dat je iedere keer het gevoel hebt dat als je dat doet, dat mensen in je omgeving je constant uitlachen. Ja, dan is hetgene wat wel werkt, dat je dat misschien dan toch niet gaat doen. Dus dan moet de omgeving toch daarin iets doen. Dan komen we wel even bij die samenleving, want er leven natuurlijk ook allerlei vooroordelen in die samenlevingen. Ja. Daar loop je natuurlijk ook tegenaan. En die zijn veel lastiger te beïnvloeden. Hè? Ja, die zeker. Die kunnen wel degelijk bijdragen, je noemt het nu, aan dat gevoel van welbevinden. Ja, ja, dat mensen iedereen wil geaccepteerd worden voor wie die is, zeg maar. En als dat wie je bent wat anders is dan heel veel doorsnee, hè, laten we het zo maar even noemen. Mm-hmm. Ja, dan is dat misschien wat meer een strijd af en toe. Ja. Moet je daar zelf ook actief in zijn, vind je? Dat aan anderen vertellen wie je bent en waar je last van hebt of waar je moeite mee hebt? Oh, dat vind ik een ingewikkelde vraag, omdat ik dat denk dat het heel erg aan iemand zelf ook is. Hè. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van ja, ik ben wie ik ben, maar sommige dingen hebben anderen niks mee te maken. En dan soms kun je ervoor kiezen om het wel dingen te vertellen, zodat je nou ja, een soort van gebruiksaanwijzing voor jezelf hebt en denkt van nou ja, als in ieder geval dit kleine ding iemand wat rekening mee houdt, dan zou dat voor mij veel prettiger zijn. Ja. Ik geloof dat daar ook een hele uitzending ooit over geweest is. Ja, van, ga je dat kun je nou een vertellen? Uitzending over maken, ja. Ja. Ga je dat nou over vertellen of niet? Maar ik denk, ja, dat zijn ook afwegingen die mensen daar zelf in moeten maken. Maar het kan natuurlijk vaak helpen. En dan niet zozeer of iemand kan zeggen autistisch of niet, maar hoe is dat voor hem of haar? Ja. Waar moet hij of zij rekening mee houden? Ja. We gaan naar de volgende stelling. En die gaan we nu inbrengen. Gezond leven draagt bij aan geluk. Nou, we gaan weer naar de polls. Is het zo dat gezond leven ook bijdraagt aan geluk? De kijkers vinden overtuigend dat dat zo is. Ja, ik denk meteen, wat is dan gezond leven? Misschien is dat de wetenschapper in mij. Wat valt daar dan allemaal onder? Ja. Maar waarschijnlijk denken mensen aan gezond eten, sporten, slapen. Ja, want ik sluit even aan bij de reacties die we ook kregen in de poll. Even in de chat, hè, die we op onze website hadden staan. Veel mensen zeiden dat. Van ja, lekker actief sporten, ga lekker hardlopen, ga fietsen, ga bewegen. Daar voel je goed bij. En ze hadden het ook over gezond eten. Ga dan ook nog eens een keer gezond eten. Dus die combinatie die werd wel vaak genoemd, ook in de chat. Als een... Nou ja, in ieder geval een formule wil ik niet zeggen, maar in ieder geval levert het een bijdrage aan geluk. Nou ja, sporten is natuurlijk voor heel veel mensen een manier van ontspannen. En ontspannen is natuurlijk iets wat goed is voor je. Met gezond eten, ja, je zorgen voor je lijf maakt natuurlijk wel uit. We hebben laten zien heel duidelijk dat die lichamelijke problemen hebben niet bijdraagt aan geluk. Ja. Dus je kan je voorstellen, door gezond te leven zorg je dat je wat minder lichamelijke problemen zult hebben. Maar dan wil hebben. Ik toch nog even
een ander geluid laten horen, want dat kwam ook binnen bij ons in de chat. En daar zei iemand van, weet je wat ik het liefste doe? Ik trek het liefst een huispak aan, ik ga op de bank zitten en ik ga lekker een filmpje kijken. En ik heb helemaal geen zin om te sporten en bloot te staan aan die stress om te moeten sporten. En ik wil ook gewoon niet meedoen aan die gezondheidscultus als het om diëten gaat en gezonde voeding. Ik voel me het lekkerst als ik lekker in mijn huispak op de bank zit en een lekkere snack eet. Nou ja, maar ik denk ook dat mensen vooral ook dat soort dingen moeten doen. Dat herken ik erg, moet ik zeggen, ondanks dat ik ook sport. Dat het ook heel lekker is om gewoon lekker niks te moeten of te hoeven. Net bij al die dingen is het natuurlijk een soort van balans waar je naar op zoek bent. Dus op het moment dat je het gevoel hebt dat je iedere keer maar moet sporten, maar aan het sporten zelf helemaal geen plezier beleeft, ja, dan zal het wel goed zijn voor je gezondheid, maar misschien wat minder voor je geluksgevoel. We gaan naar de volgende stelling. Ik kijk even op mijn briefje. Dat is, doel van de zorg moet zijn iemand gelukkiger maken. Wat me opvalt nu al, is dat er toch vrij veel mensen zijn die zeggen dat dat zo is. Dat het doel van de zorg moet zijn. Maar dit nu ook 5 nee-stemmers. Dus ik stel voor dat we die vraag nu gaan bespreken. Ja, wat vind jij? Doel van de zorg moet zijn? Het is een discussie die wel vaker wordt gevoerd. Ja, het is een discussie die heel vaak wordt gevoerd, inderdaad. En het is kijk, als het gaat om geluksgevoel, dan denk ik dat niet. Maar als het gaat om kwaliteit van leven, dat is ook heel vaak wel een uitkomstmaat in veel, als we interventieonderzoek doen. Hè, van, goh, je wil de kwaliteit van leven omhoog halen. En een van de dingen die je wel, wat in de zorg wel door mensen wordt aangeleerd, hè, ongeacht trouwens autisme of een andere diagnose, is bijvoorbeeld copingstrategieën. Hoe kan je ergens mee omgaan als je je minder goed voelt? Mensen gaan mindfulness doen om te kijken, om te zorgen dat ze zich kunnen ontspannen of af en toe los kunnen laten negatieve gedachten. Dus er zitten wel aspecten in die een effect hebben op kwaliteit van leven. Maar de zorg is daar ook, heeft daar ook een beperking in, want de zorg kan niet zorgen dat een werkgever vriendelijk gaat doen. Dus nee. We kunnen wel kijken, informatie geven aan die werkgever, maar op een gegeven moment houdt het daar natuurlijk wel, zit daar echt een grens aan. Het is dus meer faciliteren en het versterken van competenties om uiteindelijk zelf aan de slag te gaan met dat geluk. En goede informatie geven. Goede informatie. Ik denk dat het ook belangrijk is. Psycho-educatie dus eigenlijk. Ja. Gebeurt dat te weinig? En dat mensen zelf weten wat hun sterke en zwakke kanten zijn, zodat je zelf daardoor je leven wat meer kan inrichten wat daarbij past. Maar kan dus de zorg zal daar ook in ondersteunen, denk ik. Hè? Dat analyseren van zwakke eigenschappen en wat sterkere eigenschappen. Ja. Of kan dat nog beter? Ja, het kan vast altijd beter. Hè? Ik denk dat er altijd nog wel mogelijkheden zijn. Maar mensen moeten ook die mogelijkheden krijgen om dat te doen. Dus ik denk mag ik het zo zeggen? Doet de zorg, is de zorg zich op dit moment voldoende bewust van dat het welzijn ook een grote rol speelt in het leven van mensen? Dat denk ik wel. Ik denk, ik heb daar helemaal geen onderzoek naar gedaan. Hè? Dus ik heb dat puur op de collega's waar ik mee werk. En dan zie ik dat ze juist heel erg bezig zijn van, ja, hoe zit dat met die kwaliteit van leven? Maar ik was toevallig vorige week in Londen op een bijeenkomst over kwaliteit van leven in verband met autisme. En daar was een onderzoek besproken van de mensen van Asperger United. En die zeiden dat ze eigenlijk het negatief effect op de kwaliteit van leven hadden, is dat ze het gevoel hadden dat de psycholoog hen te vaak niet begreep en het eigen pad. Dus dat zorgde een negatief effect. Dus dat was een negatief effect. Dus ik denk dat het is wel altijd een wisselwerking waar je op zoek moet blijven gaan. Zeg maar. Nou ja, die voorbeelden werden ook al in de chat genoemd. Ik zal ze verder niet beschrijven. Maar mensen die negatieve ervaringen hadden met de zorg. En daarom aangaven dat ook weer een negatief effect had op hun eigen leven. Op de kwaliteit van maar leven. Ik denk ook op het moment dat je denkt van, hé, nu ben ik ergens waar ik hulp kan krijgen voor de vraag of antwoorden kan krijgen. Op het moment dat niet goed uitpakt. Dat dat juist even een extra negatief effect kan hebben. Ja. Het is wel goed om elkaar daarop te bevragen ook tijdens zorgprocessen. We gaan naar de laatste stelling. En ik kijk even op mijn scherm. En die wordt, als het goed is, nu gepost. Dat is deze. Te veel bezig zijn met geluk maakt ongelukkig. Je moet niet te veel bezig zijn met geluk, want dat maakt ongelukkig. 88% vindt van wel. Je moet, als je te veel bezig bent met geluk, dan draagt dat bij een ongelukkig zijn of minder welbevinden. Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk dat ik het daar wel. Ja, ik ben daar wel mee eens. Want omdat als het over geluk gaat, en ook de boeken die worden geschreven over geluk, het heel vaak gaat, waar
trouwens heel veel mensen net ook op de stelling zeiden, je kunt jezelf gelukkig maken. Heel vaak wordt er vanuit gegaan dat je zelf daar heel erg verantwoordelijk voor bent. Dus als je constant je bewust van bent van ja, ik ben niet echt gelukkig, daar zou ik zelf nu mee bezig zijn en ik kan dat beter maken. Kan ook heel frustrerend zijn. Blijkbaar doe ik het fout, want ik ben niet ongelukkig. Ja. Ja, dat lijkt mij heel erg frustrerend. Dus ja. Op dat moment kun je... Geluk zit soms juist in het daar niet mee bezig zijn en gewoon genieten van wat je aan het doen bent. Ja, nee, dat zei ook iemand in de chat. Geluk is een soort bijproduct van de dingen die je doet. Ja. En ga vooral bezig met de dingen die je doet. En ervaar bij jezelf wat dat oplevert. Ja. En dan vind je daar vanzelf een weg in. Dit was ons interactieve deel. Wij gaan nu naar het laatste deel. Want ik ben ook wel benieuwd wat er is binnengekomen op de chat en bij onze vragen. En ik wilde even één vraag uitlichten van Frank Bolder. En die zegt, ja, veel van wat er vanavond is gezegd gaat niet alleen maar over autisme, maar dat gaat eigenlijk over iedereen. Waar zit nou het verschil? Nou ja, de vraag is, zit er wel echt een verschil? Dus ik denk, in de factoren die ertoe doen, daar zitten volgens mij helemaal niet zoveel verschillen. Dat was ook weer de hele discussie die we vorige week in Londen hebben gehad, 2 dagen lang. Er zitten eigenlijk niet zoveel verschillen in wat ertoe doet in geluk. Maar de startwaarde kan daarin wel verschillen. Dus het is veel lastiger om jezelf te accepteren als je omgeving je niet accepteert voor wie je bent, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het kan veel meer energie kosten om positieve relaties te hebben. Je kunt autonomie willen, maar als dat niet lukt, kan dat frustrerender zijn. Dus hoe het gewogen wordt, kan wel degelijk een verschil in zitten. Maar de factoren die ertoe doen, zijn grotendeels waarschijnlijk gelijk. Ja. Kijk, als je het hebt over vrienden en de sociale relaties, een aantal mensen met autisme hebben juist op dat gebied wat moeite. Mm-hmm. En dan kan het heel erg frustrerend zijn. Ja. Ik heb hier een aantal dingen geselecteerd, ook uit de chat die we hadden. Is het er een verschil tussen, want dat vond ik wel grappig, de wijze waarop ouders naar hun kinderen kijken en over hun geluk oordelen en hoe kinderen zelf over geluk oordelen? Ik kwam er ergens tegen, of misschien was jij dat in je onderzoek tegengekomen, dat daar een verschil in zit, hè? Ja, dat is een van de onderzoekers, Barbara van Heijs, die heeft eigenlijk alle studies die er gedaan zijn over kwaliteit van leven op één hoop gegooid om te kijken wat voor factoren doen er nu toe. Ja. En heel veel, als het over kinderen gaat, zijn heel vaak de ouders die het invullen, de vragenlijsten. En dan zag je dat eigenlijk als ouders het invullen, dat ze iets negatiever zijn over de kwaliteit van leven van hun kind dan als de kinderen het zelf invullen. En ik denk dat het echt juist heel belangrijk is om ook juist te kijken wat het kind ook vindt. Ja. Dus, en dat zijn natuurlijk die ingewikkelde dingen, hè? Een kind kan heel gelukkig zijn van het heel veel achter de computer zitten. Maar we hadden net over gezond leven. Hè? Misschien is het ook goed om af en toe even weg te gaan achter de computer. Geldt trouwens ook voor volwassenen die werken. Je ouders worden er heel droevig van, dat hij de hele dag maar achter de computer zit. Ja, maar dus daar kan een wissel die kan zeggen van ja, daar kan hij niet zo gelukkig van zijn. Terwijl diegene zelf daar heel erg gelukkig gevoel van heeft. Dus daar zit soms volgens mij de discrepantie. Ja. Ja, ook om dat te onderzoeken dan. Ik heb ook nog een andere reactie. Iemand schreef, eindelijk de diagnose, dat veranderde mijn leven. Mijn kwaliteit van leven ging erop vooruit, omdat ik nu eindelijk wist of weet dat ik autisme heb. En een ander schreef, nou, sinds de diagnose is mijn leven een ramp. Ik vind het helemaal niet leuk om te weten, want het heeft de kwaliteit van leven omlaag gebracht. Ja. Twee tegengestelde reacties. Ja, en die twee tegengestelde reacties hoor je ook heel vaak. Dat is denk ik waarom in onze data ook de diagnose en wanneer het gesteld er niet toe doet. Want dat kan zeg maar tegen elkaar uitmiddelen. En dat kan natuurlijk ook. Want je kan zijn dat je door het als thuiskomen voelt. Dat je denkt, hey, ik ga nu dingen, puzzelstukjes die op hun plek vallen en wat ik nu ga snappen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het op dat moment je voelt neergezet worden als anders. En dat mensen je anders gaan benaderen. En op het moment dat het maakt, jij bent nog steeds dezelfde persoon, maar de omgeving gaat opeens heel anders op jou reageren, dan zal dat eerder een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven. Ja. Als die reacties negatief zijn dan tenminste. Ja. Ja, er is heel veel over te zeggen. Zoveel ervaringen ook, zoveel meningen. Over geluk wordt natuurlijk al heel vaak en veel nagedacht. Hoe ronden we dit nou af? Ja, dat is weer een hele lastige vraag. Hè? Net zoals die definitievraag. Ja. Maar kijk,
Ik denk waar wij naar op zoek zijn in ons onderzoek van ja, wat zijn beschermende factoren waar je iets aan kan doen en wat zijn risicofactoren waar je iets aan zou kunnen doen. Mm-hmm. En op het moment dat je die in kaart hebt, dan zou je wel kunnen zeggen van hey, in je interventies of in je beleid zou je juist daar wat meer op in moeten zetten. Dus stel je voor dat wonen een heel belangrijk iets is, en dan zou je willen dat er meer aandacht komt voor hoe mensen wonen. Maar mag je dat dan isoleren en betrekken op mensen met autisme? Of is het in zijn algemeenheid misschien een onderwerp wat aandacht verdient? Ook voor mensen zonder autisme? Nou, ik denk, kijk, veel van de dingen die wij zullen zeggen zal in zijn algemeenheid. Alleen wij kijken alleen niet op maar die manier. Nee, wij maken steeds niet de vergelijking. Nee. Wij gaan niet zeggen van, goh, hoe zit het met die versus. En ik denk, op dit moment zijn we eigenlijk aan het kijken in allerlei zorg en in allerlei beleid. Van ja, hoe kun je het zo inrichten dat het zo gunstig mogelijk is voor mensen die een diagnose hebben, of die geen diagnose hebben, maar wel autistisch zijn. Dat zijn de dingen waar wij eigenlijk naar op zoek zijn. Welke factoren er dan toe doen en wat je kunt doen. Ja. Dus als het zou betekenen dat we heel veel lichamelijke problemen zien, maar mensen gaan iets eerder naar de dokter en daardoor kun je wat gedoe voorkomen. Of de huisartsen hebben iets meer begrip voor hey, wij moeten iets meer doorvragen, bijvoorbeeld. Ja. Als er iemand een diagnose heeft. Ja. Nou, dat zijn kleine dingen die ertoe kunnen doen. Oké, nou dan was dit onze uitzending. Bedankt voor het kijken en bedankt vooral ook voor het meedoen. En jij ook bedankt voor je verhaal en je toelichting. En we zien u graag terug bij een volgende uitzending van Autisme TV.